Oeh, ik word weggebeukt door een paard. Als het fout gaat, blijf maar filmen. Het lange lijnen ging eigenlijk een hele tijd heel goed. En elke keer als ik dan een stap verder ga, gaat het gewoon weer compleet mis. En zijn we gewoon weer helemaal terug bij af. Is het gewoon oké? Ja. Dit is te cute. We hebben een stalmascotte. Het is wel netjes zo hoor. Nou, we zijn helemaal klaar voor hoor. Kijk, ze staat. Ja. Is dat heel spotspot dan? Ja, zeker. Is het nog niet tijd? De tijd die was goed. Hou je cap, jongen. Hou je cap, jongen. Hou je cap. Een hele goede middag. Ik loop vandaag met Nelly. Want de eigenaar van Nelly is vandaag ziek. Shelly, die hebben jullie misschien nog wel voorbij zien komen. En ik doe dus vandaag Nelly. Ik heb er net eventjes gevoerd. En ik ga er nu terugzetten. En dan ga ik Fredje pakken. Want Fred, zijn eigenaar, die is op vakantie. Dus die moet ik ook doen. Dus die ga ik ook eventjes voeren en lekker poetsen. En daarna ga ik op Donna rijden. Dat is jouw pony. Hoe heet je? Senna. Nou, dan weten jullie dat ook. Ik ga eventjes op haar pony rijden straks. Dus dat is heel erg leuk. Dat ga ik ook even laten zien. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga ook natuurlijk Jess nog doen. Dus een drukke dag vandaag. Nou, ik heb Nelly even teruggezet. Maar ze loopt vandaag kreupel. Echt super jammer. Ik zag het net al toen ik eruit het land hield. Maar toen dacht ik, nou, ik krap even de hoeven. Misschien wordt het minder. Maar nu ze terugloopt net, zag ik het ook. Vooral op de stenen. Echt jammer. Nou ja, dit is trouwens de wei waar Jess eerst in zou staan. Jess staat nu daar aan de overkant in dat weitje. Maar dit is ook een heerlijk land. Het loopt helemaal door naar achter, zoals jullie zien. En ik ga nu Fred pakken. Die staat helemaal... Oeh, ik word weggebeukt door een paard. Ik werd echt weggebeukt gewoon. Ik werd gebeten. Oh, werd je gebeten? Ja. Oh nee, door welke? In ieder geval, daar zo staat Fred. Die moet ik straks pakken. En waar staat jou? Daar zo staat Donna. Dat is haar pony. Dit zwaluwtje lag net op de grond. Dus... Oh, ja, mama! Oh, ik heb hem nu hier opgezet in de hoop dat zijn moeder hem komt pakken, maar die zit daar. Ik ga nu even het voer maken van Fredje. Hij krijgt slobber. En de eigenaar had bakjes klaargezet, Sabina, zodat ik het er alleen maar in hoef te doen en een beetje roeren met water. Dus dat ben ik nu aan het doen en dan kan ik straks Fredje even pakken, maar ik moet helemaal naar achter lopen in het land. Maar twee meiden lopen nog mee met hun ponies, dus dat is handig. Ik hoef niet alleen te lopen. Dus ik ga nu Fredje halen. Sorry Mika, ik heb eventjes je lepel gestolen als je dit ziet. Wij zijn nu naar het land aan het lopen, maar kijk, we hebben dit hele stuk weer. Nou, jullie hebben dit nu al heel erg vaak van mij gehoord dat het lang is. Nu zijn we er. Maar, oh ja, jullie hebben jullie op elkaar, wil ik zeggen. Jullie hebben je nog niet voorgesteld. Jij heet? Ik heb me al voorgesteld. Senna. En? Robin. En jullie hebben allebei hier een eigen pony. Donna en? Is het Armando of Armando? Oh, Armando. En ja, jullie gaan nu op Armando buitenrit, toch? Ja, en we gaan dus nu Armando halen, Fred halen. En wie gingen we nog meer halen? Oh ja, Bob. Voor iemand anders. I'm searching for Fred. Ik zie Fred. Ik zie Armando. En ik zie Bob. Dit is Bob. Ik vind het zo leuk dat we ook eventjes filmen, hoor. Die manen. Hé, daar is Sabo. Van Mika. Kijk. Kijk hoe leuk ze manen. Dit vind ik echt geweldig. Soms zitten er ook nog van die dingetjes doorheen. Oh, vind ik echt leuk. Ja, Jess ook niet echt meer. En nu, dat is Armando. Hoe oud is die ook alweer? Zijn opaatje, toch? 26. Kijk hem dan. Hij is gewoon 10 jaar ouder. En daar hebben we Fredje. Dus ik ga nu Fredje pakken. Wow, het is hier een beetje modderig. Zo, hey Fred. Jij staat met je grote vriend, hè? Ja. Even hoor, dit paard is zo ontzettend groot. Ik ga hem even laten zien. Kijk hoe groot. Besef eventjes dat Fred is ook groot. Best wel heel erg groot. En dan heb je ineens hem. Nou, dat is echt bizar, dit verschil. Dat hoofd is ook gewoon maat extra, extra, extra voel volgens mij. Hé, hey, maar je bent wel volgens mij heel lief. Ja. Oh, kom je eventjes bij me staan? Daar is Mika. Sabo. Hey. Ga je Sabo pakken? Ja, kijk, hij komt al. Ik heb hem al... Oh, kijk. Daar is hij. Ik wilde zeggen, ik heb hem al gespot net. Maar, Fred, hier blijven.
Ah, Sabotje. Hey, Fredje. Ik ben zo braaf, hè. Nu gaan we lekker naar stal lopen. Fred gaat even eten. Bob, die gaat naar de eigenaar, want wij liepen toch deze kant op, dus ik kon hem gelijk meenemen. Ik denk dat mijn zusje zo dit gaat kijken. Dus zeg, hoi Tessa. Nou, hoi Tessa, je hoort het. Hoi bestie Tessa. Hè? Huh? Hoi bestie Tessa. Dit is mijn bestie. En dan gaan hun op buitenrit met... waar is die eigenlijk? Armando. En dan, als ze terugkomen, ga ik op Donna rijden. Ik heb Donna echt letterlijk 1 keer zien lopen. Dus ik weet helemaal niet. Ik weet, als ik nu in het land sta, weet ik niet eens wie Donna is, zeg maar. Stresskipje? Ja, als ze schrikt, gaat ze even wachten. Ja? Is ze moeilijk of niet? Ja, ze moet een beetje respect voor je krijgen. Nou, dan gaan we daar even mee. Kijk, daar komt Armando. De opa. Wow, we zijn tegelijkertijd vertrokken uit het land als Mika met Sabo. En Mika en Sabo lopen al helemaal aan het einde. Nou, Fredje is lekker aan het eten. Dat duurt denk ik nog wel even. Oh my god, Fred. Hij laat alles op de grond vallen. Armando die staat hier zo te wachten totdat hij gepoetst wordt. Oh kijk, daar zijn ze. Ik doe Fred trouwens 1 week lang omdat de eigenaar op vakantie is. Hoi Sabina als je kijkt. Ik zorg goed voor je baby. En Fredje gaat nu lekker terug het land in. En dan gaan we naar of Jess of Donna. Weet nog niet. Oh my god, check dit. Dankjewel Fred. Nou, ik ga Jess dus pakken. Maar Jessie zit helemaal daar. Beide struisvogels, wat ik niet zo leuk vind. Want van de week ben ik dus aangevallen door die beesten. En nu durf ik dus echt niet meer het land in. Want elke keer als ik het land in ga, dan komen die beesten op me afrennen. Dus ik hoop dat Jess gewoon naar me toe komt. Oké, ik had gezegd, als het fout gaat, blijf maar filmen. Maar ik vind ze zo eng, want ze komen zo op je afgelopen. En nee, niks voor mij. Jess, kom! Jullie wilden weten hoe de pony heet. Hij heet Buster. Dus dan weten jullie dat nu. En ik heb gehoord dat die kleine... dat het veulen Okidoki of zo heet. En de pony waar Jess nu mee staat, Cinderella. Dan weten jullie dat. Die is nu aan het plassen. Kom Jess. Nee, nee. Normaal, als ik dus Jess ga pakken, dan ren ik in galop het land uit. Ik geef snel die wortel achter me, zodat de rest van de... Oké, die mogen ook. Als ik het zielig. Happen. En Buster ook. Kom. Nou, nu is het goed. Ik heb je net een wortel gegeven. Kom, Jess. Nou, we leven nog. Verschil. Dit is echt zo schattig. Dit, oh, die hoofden. Dit is echt bizar. Oh. Ik zit net te zeggen dat je geen echte merrie bent, Jess. Sinds je hier bent, ben je ook angstig ineens. Oh. Ik ben Jess aan het optuigen, want ik ga eventjes weer proberen te lange lenen met haar. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat gaat doen. Ik heb nu dit op en ja, ik weet het jongens, dit hoort niet. Maar anders dan gaat hij af. Zeg maar, dan hangt dat zo bij de billen. En dat vind ik een beetje gevaarlijk. Tijdens het optuigen merkte Tineke dat ik heel veel spanning had. Tineke is die mevrouw die nu naast Jess staat. En ze bood aan om mij te helpen, wat natuurlijk hartstikke fijn is. Ze heeft heel erg veel ervaring met mennen, dus dat is natuurlijk ook al heel erg fijn. Het lange lijnen ging eigenlijk een hele tijd heel goed. En elke keer als ik dan een stap verder ga, gaat het gewoon weer compleet mis. En zijn we gewoon weer helemaal terug bij af. En daardoor vind ik het gewoon heel erg spannend om zelf met Jess te lange lijnen of überhaupt iets te doen wat met het tuig te maken heeft. In het begin vond Jess het heel erg spannend. Ze ging een beetje draaien en om zich heen kijken van wat gebeurt hier nou. Want ja, ze is best wel inkennig natuurlijk. En dan geef ik haar zo uit handen met iets wat ze spannend vindt aan een ander die ze helemaal niet kent. Maar eigenlijk al vrij snel
werd ze best wel relaxed. En toen we gingen stilstaan om even te kletsen, ging ze zelfs op rust staan. Dus dat is echt al genoeg natuurlijk. Hierna heb ik het een soort van zelf weer overgenomen. En wat ik heel erg fijn vond, is dat Tineke achter mij bleef staan. Zo kon ze mij wat instructies geven en hoe ik iets op de juiste manier kan doen. Hoe ik het beste kan sturen. Wat ik het beste met mijn stem kan doen. Waarschijnlijk denken jullie nu, waarom doet ze zo moeilijk? Waarom zet ze Jess niet gewoon in training bij een trainingstal waar ze paarden voor de kar leren? Maar dat is dus nu juist het grootste probleem. Ze is al vaker in training geweest, niet bij mij, maar toen ze nog bij een aantal oude eigenaren was. En toen is dat allemaal fout gegaan en daar heeft ze dus nu denk ik wel een trauma aan dat ze het daarom zo spannend vindt. En omdat Jess het spannend vindt, vind ik het natuurlijk ook spannend. Ik had aan Tineke gevraagd of ik deze beelden op YouTube mocht delen. En dat mocht, wat natuurlijk hartstikke fijn is. Zoals jullie gewend zijn van mij, deel ik ook de wat minder leuke dingen. Of de dingen die wat minder goed gaan. En niet alleen de positieve dingen. Want ik wil wel gewoon eerlijk met jullie zijn. En eigenlijk deel ik alles op YouTube. Maar ik ben echt alweer veel te lang aan het praten. Dus veel kijkplezier. Jess heeft een lekker beloningetje. Ze heeft wortel, ze heeft er voer met de medicijntjes en ze heeft witlof. Ik ben benieuwd wat ze hiervan vindt. Dan dachten jullie dat Jess klein was. Kijk nou, mini Jess. Hoe heet die ook weer? Oh ja, Bassie. Oh, kijk nou, is schattig. Kijk nou. Ja. 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 Mooie grap aan. Nou, Jess die is net klaar. Oeh, er vliegt hier een duif. Nou, Jess die is klaar en het ging eigenlijk best wel goed. Ik was in het begin super gestrest omdat ik bang was dat ze in paniek raakte. Want dat is dus wat er altijd gebeurt. En dan stop ik en ik moet doorgaan, dat weet ik ook wel. Maar ik durf dat gewoon niet meer. Ik ben gewoon heel erg bang met dit soort dingen. Omdat het toch, ja, Jess is mijn kind en ik wil niet dat er iets overkomt. Maar ik heb nu al meerdere keren gehad dat mij wel ook wat overkomt. Dat Jess iets overkomt en mij. Omdat we dan gewoon helemaal, ja, Jess raakt in paniek en daardoor raak ik ook in paniek. En ik probeer wel echt rustig te blijven. Maar op zo'n moment, ja, ik weet niet. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen op zo'n moment. Dus ik vind het fijn dat ik nu geholpen ben en dat gaan we vaker doen. En dit is zo raar als ik nu aan het filmen ben dat nu ook andere mensen langs kunnen lopen. Ik vind het fijn dat ik geholpen ben en dat ik dus nu verder kan gaan oefenen. Maar dat ik niet alleen ben, want nu wilde ik eigenlijk zelf in mijn eentje gaan beginnen. En toen kwam Tineke, heet ze, kwam dus kijken. En toen zei ze van, nou, misschien kan je dit doen en misschien kan je dat doen. Heb je dit en dat al geprobeerd? En toen ging ze me eigenlijk helpen. En zij heeft hier heel erg veel ervaring mee, dus dat is sowieso heel erg fijn. Zij heeft me dus nu ook geholpen en haar paard zit ook voor de kar. Ze heeft dat hele grote trekpaard die jullie net zagen. En ja, ze zei ook tegen mij dat ze mij wilde helpen wanneer het nodig is en dat ik het altijd mag vragen. Dus dat is heel erg fijn. Dus voortaan, als ik met Jess iets ga doen wat met een kar te maken heeft of met mentuig, dan vraag ik haar gewoon of ze mij wil helpen. Want het ging nu hartstikke goed en Jess was op een gegeven moment zo relaxed dat ze gewoon op rust ging staan. Dat is dus wat je wil natuurlijk. En ze was eerst super gestrest en daarna heel erg rustig. Dus we gaan het gewoon steeds zo uitbouwen en op een gegeven moment zei ze ook van, ja, zo voor nu is het goed. We gaan niet door, want dan wordt het te veel voor haar. En ik vind het ook fijn als iemand ook daar rekening mee houdt natuurlijk. Want zelf kan ik nog wel eens doorheen gaan. Maar het ging nu hartstikke goed, dus ik ben heel erg blij. En nu ga ik op Donna rijden. En Donna is de pony van Senna, die jullie net zagen. En ik ga Donna als het goed is even voorrijden, zodat ze er daarna zelf op kan. Donna die schijnt best wel schikkerig te zijn. Ik heb haar nog niet zien lopen, dus ik weet ook niet hoe ze dan het zadel is. Wel dat ze de kop omhoog kan gooien en dat je dan niks meer over haar te zeggen hebt. Dus meestal rijden ze met een halsverlenger of zo heet het. Of een martegaal. En ik wilde eigenlijk zonder proberen. Maar aangezien ik niet weet hoe ze is, denk ik dat ik maar gewoon met die martegaal begin. Ik wil sowieso niet iets strakkers. Dus ik begin gewoon met een martegaal. En als ik voel dat het gewoon zonder kan, hou ik hem eraf. En daarna kan Senna er zelf op. Dus dat, ja. Nou, hier staat Donna. Donna heeft toch een soort van verlatingsangst of zo? Ja. Ja, en daarom
is het soms een beetje moeilijk als je er mee naar stal wil nemen. Of mee naar buiten wil nemen. Maar dat moet gewoon geoefend worden. En dan komt het vast wel goed. Hoe oud is Donna eigenlijk? 14. En wat is voor ras? Nieuw voorras. Nieuw voorras. Hoe groot is ze eigenlijk? Want ze is niet mega groot, maar ook niet klein. 1,47. Ah, cutie. Dit is te cute. We hebben een stalmascotte. Hoe heet die? Kobus. Dit is toch wel schattig. Nee. Hij loopt ook gewoon overal waar je bent, toch? Hij loopt even achter me aan. Als ik nu ga rennen, dan gaat hij heel hard remmen. Doe dat eens. Oh my god. Oh. Dit is geweldig. Dit is toch leuk. Dit wil je toch gewoon thuis hebben. Nou, ik ben Donna aan het poetsen. Ze kijkt even de andere kant op, want Charlie is daar. En ze is eigenlijk best wel braaf. Ze is eigenlijk met vaststaan hetzelfde als Jess. Ze kan gaan hangen, maar als ze alleen staat of in paniek raakt. Maar over het algemeen is ze nu rustig. Dat zeg ik nu en precies nu gaat ze lopen. En daar is Charles met Noah. Nou, Donna is er klaar voor. Ze kijkt weer de andere kant op. Donna! Ja! En dan gaan we het hoofdstel in doen. Dan ga ik mijn spullen pakken en dan ga ik erop. Ik heb niet echt mijn spullen die ik normaal heb. Ik heb alleen een cap, mijn oude cap en mijn choppers. Dus die moet ik dan maar even aandoen. Maar ja, maakt niet uit. Ja? Ja, perfect. Ik ben Wilco gewend. En de laatste paar keren heb ik van Mika gereden. En die is ook gewoon. Het is wel netjes zo hoor. Nu gaat Senna er zelf op. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ga haar even helpen. Dat vindt ze wel fijn. Maar ik vond haar echt super, 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 super braaf. Ze was ontzettend makkelijk naargevelijk te rijden. En ja, gewoon heel erg braaf. Ze zweet wel. Het is warm. En we hebben een wisseltje gedaan. Ik wist niet dat ze een wisseltje kon, maar blijkbaar wel. Maar ze vindt het wel lastig volgens mij. Want ze wisselt en dan gaat ze in overkruist galopachtig iets galopperen. Maar ik vind het echt een leuke pony. Ja, als ik had geweten dat ze zo was, dan had ik deze niet nodig gehad. Want ze heeft geen enkele keer volgens mij zo gelopen, maar leuk beestje. Nou, ik heb Senna net even, zondag gaat er weer vandoor, les gegeven. En dat ging echt super goed, hè? Ja. En nu ga ik even zonder zadel op, er nog even de laatste dingetjes. Hé, Donna? Ja. Nou, ik ga er nu zonder zadel op, hoor. Kijk of ik er buiten op kom. Ja, ik zit. Nou, we hebben Donna net afgespoten, zoals je ziet. Dit lijkt alsof het zadel is. Het is natuurlijk echt een zadelvorm, maar hier hebben we er afgespoten. En ze staat nu lekker in de longeerring, kan ze lekker even rollen. Ze zijn als even voer voor aan het maken. En ja, ze was echt ontzettend braaf. Echt niet normaal, dus dat is echt heel erg fijn.
En we hadden het er net over dat ik Donna misschien vaker ga rijden, dus dat is wel leuk. Maar toevallig weet ik dat Jasmijn ook nog op Donna van de week gaat rijden. Dus misschien gaat dat ook wel hartstikke goed. Oh, Donna gaat lekker rollen. Ja, ik hoop niet dat ze te dicht bij de zijkant gaat. Kijk die kipjes dan. Ja, en nu gaan we foto's maken van Donna. En daarna van Jess. Dan neem ik even wat voer mee. Kijk of ze wil gaan liggen. En dan gaan we nu beseffen. We zijn gewoon een fotoshoot aan doen in het land. Het land is groot genoeg. Ik wil dat je bij me... Hoe gaat het nummer ook weer? Ik wil dat je dicht bij mij blijft. Ja, dat was het. Achter de schermen bij de fotoshoot. En toen was ik ineens thuis. Ik heb namelijk zo les met Wilco. Wilco, dat klinkt echt heel erg raar. Maar ik heb zo les met Wilco op de manege. En ik heb jullie al een tijdje niet meer meegenomen naar mijn lessen. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon vandaag een keertje mee. Of nou ja, eigenlijk neem Noah jullie mee. Ik heb straks les en Noah die gaat het filmen. Ik hoop dat er wat goede stukjes tussen zit, dat hij vandaag fijn is. Dus dat gaan we zien. Dus veel kijkplezier. Wedstrijd en ik ga alles weer lekker filmen. En het is echt super leuk, want jullie gaan verkleed als Indianen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We zijn op, hoe heet het, Manege Prinsenstad? Ja. De stad. El ziet er echt super leuk uit. Hij heeft helemaal Indianen veren. En hier wordt hij helemaal gesminkt. Dus hij wordt heel mooi klaargemaakt. Nou, El die is er nu wel helemaal klaar voor. Oh, El, je ziet er echt stoer uit. Oh. Oh. En ze staart. En hun zien er ook helemaal mooi uit. En die pony daar die ziet er ook echt super leuk uit. Het is zo schattig om te zien. Oh. Nou, we zijn ze helemaal klaar voor hoor. Kijk, ze staan dan. En die wordt lekker opgezadeld. Mam, hij zit scheef. Mam, hij zit scheef. Jij bent ook een perfectionist. Nee, maar ik denk dat het zullen we nog een. Zullen we nog een doen? Oh, je bent wel knap zo hoor, Ellie. Ik vind dat springzadel altijd zo goed staan bij hem. Oh, dan krijgt hij nog een dromenvanger ook. Oh. Oh, Jill's staart. Dit is echt bizar. Oh, daar is die dromenvanger. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. It's getting thicker. But get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner.
Niels, hoe ging het? Heel goed, ik ben echt blij mee. Gaat ze hoor. Oh, dit gaat sowieso fout. Nee. Je valt op de stenen dan, hè? Soepel. Ja. Je dingen zijn helemaal naar helemaal naar beneden gezakt. Ja, dat heb ik zelf gedaan. Ik had helemaal geen grip. Hij was aan het stuiteren, stuiteren bokken. Ik had geen grip, want het was helemaal weg uit de zand. Ik heb hem naast mij naar beneden. Ik heb helemaal niet uitgelegd hoe het eigenlijk werkt, wat er nu precies aan de hand is en zo. En iedereen heeft dus eigenlijk een eigen team. En dan ben je bijvoorbeeld nu in het team van Jill, zijn ze allemaal als indianen verkleed. En dan ga je parcours rijden. En als iedereen van dat parcours volgens mij foutloos is, mogen ze barrage rijden, net zoals altijd. Alleen dan rij je nu niet twee keer een rondje, maar één keer een rondje. Nou ja, iedereen van Jill's haar team was foutloos. Dus ze mochten barrage rijden, maar er mag maar één iemand van het team barrage rijden. En ik weet even niet meer hoe het meisje heet, maar er was dus één iemand uitgekozen die barrage ging rijden in het team van Jill's. En zo was het dus in elk team uitgekozen, maar er zitten hele snelle mensen tussen. Dus nu gingen de winnaars van, zeg maar de winnende teams, daarvan ging de teams hadden met elkaar afgesproken wie er barrage ging rijden. Die gaan nu allemaal barrage rijden, dus dat ga je nu allemaal zien. En dan zien jullie ook het team van Jill's. Dan zie je op een gegeven moment zie je iemand rijden met een indianenpak aan. Dus dan weten jullie het wel. Dus veel kijkplezier weer verder. En dan gaan we naar de voorlaatste hindernis. De hindernis 10, dames en heren. Kan ze het rennen? Het is te kloppen. 37, 87, 100ste. Moedig eraan voor het allerlaatste stukje. Ligt dit? Het zou knijpen worden. En dan moet je stiepelen. Dan moet je stiepelen naar hindernis 10. Nog even in uw gedachten. De 37, 87, 100ste. Kan ze dat redden? Het is rechts op nu. En 4 tot 6 seconden. Nog 5 seconden. Als ze doorrijdt, dan kan ze het redden. Maar ze redt het net niet. Toch nog halen van 37, 87. Met afstandspunten, dat maakt allemaal niet uit. We gaan toch nog proberen om snel te rijden naar het allerlaatste stukje. En dan gaat het gebeuren. Applaus. Want je bent zo plat. Huppakee, kan het nog 37, 37. Dan kan je blijven proberen. Tot het laatste toe. Tot het laatste toe. Hey! Ah, ik vond dat je heel goed. Als je het maar blijft. Michel Duiker gaat naar het allerlaatste stukje, dames en heren. Moeten er nog een beetje uitdagen. En uitnodigen om onder die 37 seconden te rijden. Dat gaat er net niet lukken. Maar we wel in de top 5. 37, 87. Is het te doen die tijd? De tijd die was goed. Het is heel snel. Jills. Nou. Kom op, Jamie! Jouw team, hè? Ja. Kom op, Jamie! De verhouding tussen snelheid en foto's. Dat was goed hier te overhouden. Kom op, Jamie! Gassen! Goed genomen. Dan naar de Imperial Riding Hindernis, ook die is goed. Dan naar de hindernis van de onze S-trucks. Ben het door, dat is slim gereden. Ze nam hem een klein beetje terug. Kon ze de draai goed maken. Hier kan ze dat ook. Welke weg ze rijden moet om naar de hindernis 10 te gaan. Het ziet er heel goed uit. Hou je cap, jongen. Hou je cap, jongen. Ze komt dichtbij hoor, ze komt dichtbij! Ja, de nieuwe lijnstijl in het klassement. Ze zijn gewoon tweede geworden, joh. Hey toppers! Sonja was vet snel! Ja, ik vloog. Ja, ik sloeg het! Ik dacht, oh god, moet ik nou doorgaan of niet? Ja, gewoon doorgaan! Ja, en toen dacht ik dat ik de bocht moest maken, maar we zijn nog niet tweede. Je was echt mega snel, echt niet normaal. Ja, Josie was helemaal aan het schreeuwen. Ja. Kom op, vaart, snelheid! Ja. Ik was zo blij om jouw cap. Ja, ik heb mijn cap op aan, ik dacht, oh. Jill! Oh, daar gaat ze. Jill voelt zich een paard. De originaliteitsprijs, de derde plaats, mag het team naar voren komen van Jumping Aladdin. En een applaus. Ja, en u mag de felicitaties geven. De prijs is geworden het team My Little Pony Equestrian Girls.
lucht allemaal. Handen in de lucht. Ja. De tweede plaats. De Crazy Pony Clan Indianen. Iedereen die hier is, die moet gaan staan. De handen bij elkaar. Want ik wil een daverend applaus voor het winnende team van Concours Delft 2022. Team Barbie!